De inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op zeeschepen. De rederijen, hun bemanningen, de vastgezette ladingen en de klassenbureaus. Dat is nodig, want bijna een kwart van alle schepen zet de lading fout vast. Op zee maakt de ILT gebruik van drones om te controleren of containers op schepen goed zijn vastgeshort. Hiervoor varen we mee met een schip van de kustwacht. Op dit schip van de kustwacht varen drone-inspecteurs mee. Die kunnen hun drone met camera laten vliegen over de containers die op het schip gestapeld staan. De kustwacht informeert opvarenden altijd voorafgaand aan de inspectie. De ILT-drone maakt nauwkeurige foto's. Deze foto's worden dezelfde dag nog bekeken door een ILT-scheepvaartinspecteur. Hij beoordeelt of de lashings waarmee de containers op het schip vaststaan veilig geshort zijn, oftewel stevig zijn. Mijn naam is Erik de Groot, ik ben piloot voor de inspectie Leefomgeving en Transport. Samen met mijn collega's controleren wij vandaag de schepen op lashings. We staan hier naast onze inspectiedrone, dit is een DJI M300. Deze heeft twee controllers, één daarvan is voor de piloot en één daarvan is van de camera operator. Wij vliegen dus altijd met twee man. Onder de drone hangt een zeer uitgebreide multisensor camera. Deze is speciaal ontworpen om inspecties te doen. Alle beelden die wij hebben gemaakt sturen wij aan het einde van de dag naar onze collega's bij Port State Control. Zij zullen deze onderzoeken en aan de hand van die resultaten zullen zij ook bekijken of zij het schip gaan onderzoeken of niet. De ILT controleert alleen containerschepen met bestemming Rotterdam. Vandaag vloog de drone over de lading van 5 schepen. De volgende ochtend kwam de ILT bij 3 schepen in de haven aan boord. Op 2 schepen bleek het niet in orde. Zo had een schip verbogen shoremateriaal aan boord en was de instructie voor het vastzetten van de lading onjuist. De ILT ziet dat ongeveer 25% van alle gecontroleerde schepen de lading onjuist vervoert. Daarom werkt de ILT aan veilig vervoer over het water.